Goedemiddag, welkom bij Studio Vlaams Parlement. Voor de gelegenheid Studio ad hoc, de vragen dus aan de regering in lopende zaken. De kwestie Pia. Vlaanderen toont zich solidair met de zieke baby Pia. 990.000 sms'en werden verstuurd om een bedrag in te zamelen opdat de ouders het peperdure medicijn van de firma Novartis zouden kunnen betalen. Bij ons een nieuw Vlaams parlementslid, Emmanuel De Reuze. Welkom. Dank u wel. Voor het Vlaams Belang uit Roeselare, waar u ook in de raad van bestuur zit van het Academisch Ziekenhuis, zelf vader van 4 plus vader van 6 kinderen. Heeft u ook een berichtje gestuurd om Pia te steunen? Ja, ik heb ook een berichtje gezonden. Net zoals heel veel Vlamingen die deze actie een warm hart toegedragen hebben. Want wie was er niet vertederd als je het kindje zag en als je dan hoort wat er staat te gebeuren als ze inderdaad dat medicijn niet kunnen krijgen. Ja, en dat is de oproep, het appel aan ieders solidariteit. Daarmee is Pia geholpen. Eerlijk gezegd ook de firma Novartis die de buiten binnen heeft. Maar qua beleid moet hier ook iets gebeuren. Hè? Want we zagen inderdaad Overigens dat hier altijd federaal volksgezondheidsminister Maggie de Blok over werd bevraagd. Maar ook Vlaanderen, dit Vlaamse parlement, de Vlaamse regering, had hier of heeft hier een rol te spelen. Hè? Inderdaad, dat is in het kader van de hielprik. Door iedereen wel goed gekend, iedereen die kindjes heeft, hebben de kindjes inderdaad de hielprik gehad. Maar eventjes terugkeren nog eventjes op die sms-actie. Inderdaad, Vlaanderen heeft daar een rol te spelen, want de mensen, de burgers die een sms'je gestuurd hebben, die doen dat 1 keer, 2 keer. Maar dan keken ze inderdaad naar de overheid. Ja, het is geen structurele oplossing natuurlijk. Dat is hetgeen ik zeg. Je zag ook politici die hun sms'je posten op sociale media, maar veel mensen denken dan, ja, maar jullie zijn de wetgevers, dat kader moeten veranderen. Maar daar kan dus Vlaanderen ook een rol in spelen. Vlaanderen heeft inderdaad een rol wat de screening betreft, niet wat de terugbetaling van het geneesmiddel betreft. En dat was inderdaad ook het thema van mijn vraag om uitleg aan de minister, is hoe ziet de minister inderdaad de screening op erfelijk aandoenbare en overdraagbare ziektes uit te breiden. En dat gaat dus over die hieltest, wel bekend bij jonge ouders, waarop gescreend wordt op erfelijke aandoeningen, ook spierziektes. Ja. Nu zijn dat 11 of 12 ziektes. In Nederland wordt er ook op die ziekte, zoals Pia die heeft gescreend, bij ons niet. Alle landen in Europa hebben andere ziektes en een ander aantal ziektes waarop gescreend wordt. Dat hangt af van de demografie. Daarom ook inderdaad, en de minister verwees ernaar, voor we een ziekte kunnen toevoegen aan die screening, is er een bevolkingsonderzoek nodig. Maar dat is dan ook de vraag die wij stelden. Inderdaad, actualiseer dit constant, hou constant de vinger aan de pols en zie wat er juist nodig is en wat er leeft. Want één iets is zeker, hoe langer het duurt dat de screening gebeurt, hoe meer gevallen zoals BBPA er zijn natuurlijk, maar hoe vroeger zulke zaken worden gedetecteerd, hoe goedkoper de behandeling is, want al die ziektes hebben één zaak gemeen. Als het te laat gedetecteerd wordt, of de diagnose is te laat, dan is de behandeling zeer duur. Dus je kan eigenlijk stellen dat had Pia in Nederland gewoond, dan was het vroeger gescreend en dan zou het niet dusdanig uit de hand zijn gelopen. Ja. Inderdaad. Dat is misschien wel wat korter. Moet die ziekte dan op de lijst? Daar is inderdaad, de groep van ethici, wetenschappers en zo die dat doen. Maar inderdaad, ons leek de ziekte inderdaad belangrijk genoeg, zeker en vast, omdat er ook een significant aantal kinderen aan leidt, om dat inderdaad op te nemen op de lijst, dat is zeker. Want wat we nu gezien hebben, die sms-acties, dat toont het warme hart van Vlaanderen. Zeker en vast. Maar je krijgt natuurlijk andere vragen. Er is de peuter Matthias, wiens ouders op zoek zijn naar het budget. Er is iemand anders die op zoek is naar een dolfijntherapie, zelfs in Curaçao, en daarvoor een soort crowdsurfing voor ziektes. Wordt het, dat is geen beleid, zo kan je niet verder. Hè? Inderdaad, dat is geen beleid. En dat heb ik ook in het begin van dit interview gezegd. De politiek, de regering, de minister moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen. Het is wel een heel goed signaal geweest, de crowdfunding. De minister wordt geappelleerd door de bevolking om inderdaad deze zaken aan te grijpen, iets aan mee te doen. En ik denk dat de belangrijkste signaal geweest is van deze 1,9 miljoen die opgehaald is met sms. Dit medicijn, dat bedrag is enorm, die 1,9 miljoen. Ja. De screening as such, is die duur? Zou dat een argument zijn om er zeer zuinig mee te zijn? De hielprik is sowieso een relatief eenvoudige en goedkope methode. Natuurlijk, elke uitbreiding vraagt natuurlijk wat budget, maar ik liet me toch vertellen dat voor een 300.000 euro inderdaad dit zou kunnen geïmplementeerd worden. 300.000 euro waarmee de screening van alle eerstgeborenen gedekt is? Inderdaad, ja. Dat is natuurlijk niet te vergelijken met dat enorme bedrag nu al nodig was. Dat wordt gewoon zeer snel teruggewonnen, als ik deze term mag gebruiken, aan de kosten van de behandeling die uitgespaard wordt. We moeten ook even over de taalgrens kijken, want in Wallonië loopt er een project waar daarop gescreend wordt. Hè. Maar dan wel, daar wil ik even op doorgaan, in samenwerking met net ook die farmasector.
die farmasector die meebetaalt voor de screening. Maar de minister leek daar toch wat vragen bij te hebben. Ja, inderdaad. Sowieso, als een commerciële partner met u samenwerkt in het kader van een onderzoek, moet men altijd wakker zijn en heel goed oppassen, want die hebben natuurlijk altijd een economisch doel. Zij screenen op potentiële klanten natuurlijk. Maar goed, als die er wel bij vaart, als die gezond... Dat klopt. En inderdaad, vorige week was daar inderdaad ook een discussie over. En daar bleek, die onderzoeker die daar aanwezig was, die verbonden was aan de universiteit, verwees ernaar dat dat eigenlijk een normale zaak is. Heel wat zaken, zo matchen ze ook de zaken op elkaar. De pharma heeft vragen, de onderzoeksteams hebben vragen. Die bevruchten elkaar, die delen de resultaten. En ik denk dat dat inderdaad ook een gegeven is die zeker moet meegenomen worden in de hand. Dus dat vergt een stukje een openheid daar van onze zorginstellingen, dat blijft durven samenwerken. Ja, daar zal inderdaad een ethisch charter nodig zijn, zodanig dat we daar heel duidelijk afleiding hebben met de commerciële partner, maar dat is zeker iets dat moet meegenomen. Want dat is natuurlijk iets, een precedent ga ik het niet noemen, maar als het hier kan, dat zou ook op andere vlakken natuurlijk kunnen. Misschien iets nauwer samenwerken met de producenten die ook hun kapitaal investeren in onderzoek naar nieuwe medicijnen. Wat meer durven samenwerken? Ik denk dat dat heel vaak gebeurt. Hè. Daar werd ook naar verwezen in deze uitzending vorige week. Ik denk dat dat een normale zaak is. Dat moet kunnen, maar ik zeg het op basis van een ethisch charter, zodanig dat iedereen weet waar ze staan en dat er geen grenzen worden overschreden. Nog twee vraagjes voor u. Ik maak nu een hele grote sprong van dit verhaal, maar naar de politiek-politicien, zeg maar. Vlaams Belang, u bent nieuw verkozen. Uw vader zat hier overigens 10 jaar geleden, zelf als Vlaams Blok parlementslid. Maar laatst, de peiling van uw partij, daar komt u uit als grootste in Vlaanderen. Mm-hmm. Maar dat brengt mij bij uw roeselaren, wat tekend of illustrerend was voor de voorbije kieslag. Mm-hmm. Uw partij werd daar zeer groot. Dank u. De grootste partij. En dan hoor je bij, of in analyses, de vraag van heb je dan in Roeselare grootstedelijke problemen? Is daar dan een kwestie van immigratie dat zich stelt? Hoe verklaart u dat daar in West-Vlaanderen, in een provinciestad met al respect voor Roeselare, maar dat die partij daar toch zo goed scoort? Wat hebben mensen daar, welk signaal hebben ze gegeven? Ja, voor eerst, dat kunnen we niet miskennen, natuurlijk hebben we de nationale bekendheid meegekregen en inderdaad, als je op een golf zit van een overwinning, dan deel je daar natuurlijk ook in mee. Maar goed, wat mijn eigen thuisstad betreft, ik kan enkel zeggen dat we de voorbije 6 jaar keihard gewerkt hebben, dat we ook heel wat nieuwe thema's hebben aangeraakt, maar dat ook, en daar is Roeselare geen uitzondering, dat Roeselare ook steeds meer wordt geconfronteerd met de grootstedelijke problematieken. Terwijl het wel een welvarende, zo niet de rijkste gemeente van West-Vlaanderen is of stad. We zitten alvast in de houten driehoek, Waregem, Roeselare, Kortrijk, wat men vroeger zo'n mooie Texas van Vlaanderen noemde. Maar dan zou je kunnen stellen, in hoeverre stelt zich daar het sociaal probleem, dat Vlaams Belang aankaart, in hoeverre stelt zich daar het immigratieprobleem? Of is dat wel degelijk dan, kennelijk geeft de kiezer wel een signaal? De kiezer geeft een signaal dat de levenswijze, de manier waarop men vroeger leefde, vroeger bedoel ik dan tot over kort, dat het een manier was die hen heel goed beviel en dat zij een soort schrik hebben. Van ze willen het houden zo eigenlijk. Het is eigenlijk een stem, je zou kunnen zeggen, men wil iets tegenhouden, men vreest... Ik denk dat het voor een groot deel ook een preventieve stem is. Men ziet inderdaad in de grote steden, Rijssel, die heel dicht bij ons ligt, maar ook Gent, Antwerpen, Brussel, wat de migratie tot gevolg heeft, dat willen we niet. Ik zeg altijd, men wil in een herkenbare stad wonen, een stad waar men zich thuis voelt, waar iedereen de gedeelde waarden heeft. En ook Roeselare krijgt steeds meer immigratie te verdragen. En men zegt, we willen dat zo houden zoals het nu is. Ja, uiteraard. En ik denk dat dat ook een hele goede zaak is. Ja, bedankt voor de toelichting. Ik leg het even voor, want daar is al, zoals u wel gemerkt heeft, de voorbije maanden zeer veel over gelezen en geanalyseerd. Ja. Dus ik wou het horen van iemand van Ginder zelf, van het Vlaams Belang. Okay. Zeer bedankt om hier aanwezig te zijn in de studio. En u bedankt om opnieuw te kijken en te volgen. In het beste geval, of hopelijk, het is maar hoe je het bekijkt, zien we elkaar aanstaande maandag terug, wanneer er dan een nieuwe regering is en minister-president Jan Bon zijn septemberverklaring kan afleggen. We dachten dat is bijna oktober, maar het is 30 september, dus het klopt nog net, die titel septemberverklaring. We volgen dat dan hier vanuit het Vlaams parlement en we gaan ook in gesprek met leden van meerderheid en oppositie. Dus hopelijk tot dan.